Oké. Hey Jos. Hey. Waar ben jij nou mee bezig? Waar ik mee bezig ben? Ja. Met een altaarstuk voor de Jozefkerk in Velzen Noord. Nee, echt? Ja. Velzen Noord. Is daar nog een kerk? Dat is nog een kerk. Nou, die is verkocht. Maar ze mogen hem voor de helft nog gebruiken. Dus ik ga een altaarstuk maken. In deze tijd? Wat van gaat? Jozef. Vertel. Ja, laat eens even zien. Jozef en Jezus. En Jezus. En dat is Jozef de Timmerman. En daar ben ik naar vernoemd. Ja. Want mijn vader zei, ik was de achtste. Mijn vader was dorpstimmerman. Mm-hmm. En toen zei hij van, dan nemen we nog maar een Jozef de Timmerman. In eerste instantie was hij helemaal niet blij dat ik er nog aan kwam. En toen werd ik dus Jozef de Timmerman. Dus ik heb altijd wat met Jozef de Timmerman gehad. Ik ben niet zo gelovig meer met het katholieke geloof, maar Jozef de Timmerman. En ja. Jezus als krullenjongen was voor mij wel leuk. Ja. Dus het is een beetje een soort moment dat je je vader en jezelf maakt. Ja. Ja? Gezien uit het prentenboek dat ik gekregen heb van... Oh, wacht, daar ga ik even op inzoomen. Vertel. Het prentenboek van Jezus leven. Ach. En daar staat de afbeelding in van Jezus. Kan ik nu niet zo gauw vinden. Kan je zien dat er zomaar... Hier, dat was de... Wacht even, hij neemt hem. Ja, nu pakt hij hem. Oh ja. Nou, mooi. Dus dat was voor mij de aanleiding om te zeggen, nou, dat vind ik wel leuk om te doen. Ja, en er komt ook echt een nieuw altaar in de kerk. Een nieuw altaar in de kerk. Ja? En wie maakt die? Die maakt mijn zoon. Nee, echt? Mijn zoon is meubelmaker. Dus het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Ja. Mijn vader en mijn voorvaderen waren allemaal dorpstimmermannen. Ik ga even naar het detail toe, dat ziet zo mooi uit. Ja, ga verder. En die, als ik dit ook doe, met mijn handen bezig ben, dan zie ik een beetje mijn vaders handen. Oh. En wat voel je daarbij? Ja, liefde voor het vak, liefde voor de ouders, liefde voor het hout. Ja. Dat heb je met de paplepel ingekregen, hè? Liefste voor het hout. Ja. Wat zegt hout jou? Ja, hout is een prachtig natuurproduct. Kijk maar naar de... ben ik met abstracte dingen bezig. Daar staan ze een knot willen gaan maken. Nou ja, daar ga ik heel even naartoe. Ja. Dus dicht bij de natuur zijn, is dat belangrijk voor jou? Ja. Ik ga ook nog even... Natura artis magistra. Ah. De natuur is de leermeester van de kunst. Ja, het staat bij Arthurs ook, hè, boven de deur. Ja, ja. Ja. Ik ga dan eens even van deze kant kijken. Nou, het is nog niet klaar, hè. Dit moet dus Jozef worden. Ja. Ik heb eerst de diepte erin gemaakt. Dus dan... En dit moet Jezus worden. Ja, van deze kant zie je het beter. Hoe is dat nou om een Jezus te maken? Nou, heel bijzonder. Ik zag het toevallig van de week op televisie. Hè. Dat is het over afbeeldingen van Jezus. Wat niet altijd gelukt was bij vroeger. En nu zeg je, ja, nu ben ik met Jezus bezig. Ja, maar ben je nog gelovig? Het is een kindje, nee, ik ben niet gelovig, mijn eigen gelovig. Ik geloof dat Jozef de echte vader is van Jezus. Nou, dat is een beetje vloeken in de kerk. Ah. Maar hij was timmerman, dus... Ja, maar vader zijn, hij heeft in ieder geval Jezus opgevoed. Ja. Dus is hij bij altijd vader, ja, toch? Ja, als het dan de passion is, dan zie je alleen maar Maria die een beetje zielig loopt te doen. En Jezus en Jozef is er niet meer. Nee, dus je mist Jozef eigenlijk. Nou, missen. Ik vind wel dat hij wat aandacht mag krijgen. Ah, nou, dan doe je even mee. Kijk, hier ligt een heel groot... Dat is het, dat is de basis. Ja, even inzoomen op Jezus, de krullen. Raper. Oeh. Dat komt uit je boek. Ja, daar heb ik de basis van. Een beetje aangepast. Jozef krijgt er wel in ieder geval een echte schaaf, een voorloper. Mm-hmm. Ik heb ook veel antiek gereedschap van de timmerman. Dus dit is laat de zien. Staaf waar hij mee het schaaf is. En er zat hier alleen nog zo'n mooie knop op. Is die van je vader? Nee, deze weer niet. Het meeste kwam wel uit het bedrijf van mijn vader met zijn broer. Wat ik hier nog heb. Echt? Cool. Hoeveel generaties? Mijn
Mijn grootvader was dorpstimmerman, maar die zijn vader was al wagenmaker, aannemer. Okay. Hier in het dorp. Ja. En mijn zoon is weer meubelmaker en mijn andere zoon bouwkundig tekenaar. Zo. Dus, maar ik ga nu weer door, hoor. Ja, oké. Okay. Ik ga ook weer weg. De groetjes. Doei. Doei.